Ik moet dan eigenlijk nog een soort broek hebben. Uiteindelijk heb ik hier dus precies 15 euro voor betaald. Hey, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie meenemen naar de Action. Ik ga niet alleen naar de Action, ik ga naar de Action met mijn moeder. En ik ga jullie meenemen voor iets speciaals. Ik ga lekker naar de Action om te shoppen, maar ik ga ook naar de Action voor een speciale challenge. Ik ga namelijk proberen om voor 15 euro een outfit te scoren bij de Action. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet je zeker niet te abonneren op de rode button hier beneden. En laten we snel naar de Action gaan. Ja, zo'n jumpsuit hebben ze wel en zo'n lange rok. Ik zie hier ook nog tussenin de dingen liggen, maar die vind ik dan niet zo leuk. Ja. Maar ik vind deze nog wel grappig. Je moet dan eigenlijk nog een soort broek hebben. Het is van deze dus een M of een XL wat ze nog hebben. Grappig. Die is nog best wel leuk, maar ze hebben niet echt onderkantjes. Ik ben inmiddels weer thuis en ik heb hier de geshopte items voor de outfit. Misschien heb je wel een indruk van de gevlochten stukjes wat ik zou hebben gekocht. Maar in ieder geval, dit zijn de items. Mocht je trouwens benieuwd zijn wat ik nog meer heb gekocht bij de Action, wees dan verzekerd dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Ik kan op de rode button hier beneden, want volgende week komt de Action Shop Vlog online. Ik vond het oprecht super lastig om deze challenge te voltooien. Ik zei op een gegeven moment nog tegen mijn moeder van, ja, moet ik hier wel mee doorgaan? Ik weet gewoon, ik kan gewoon niks leuks vinden. Maar uiteindelijk zei ze, ja nou, kies maar gewoon iets uit. Want ze hebben toch nog best wel wat leuke items. Dus uiteindelijk heb ik wel gewoon de challenge voltooid en een leuke outfit gescoord. Maar ik vond het vooral heel lastig vanwege het onderstuk, zeg maar. Ze hadden namelijk best wel veel leuke shirtjes, truien, hele leuke vesten en nog een speciaal blouseje of zo. Echt best wel leuke topjes eigenlijk wel. Vooral, ik zag nog een hele leuke trui. Dat ik dacht, nou, dat is op zich wel leuk. Maar ze hadden niet echt hele leuke broeken of rokjes of wat dan ook. Ik zag wel een maxi jurk en een jumpsuit en dat soort dingen. Maar dat kan je een beetje lastig combineren. Ik zag nog wat spijkerbroeken, maar die zagen er super lelijk uit, vond ik eigenlijk zelf. Ik vond het niet echt heel erg mooi eruit zien, meer een soort legging. Ze hadden best wel veel leuke trainingsbroeken en zo. Die zagen er heel erg leuk uit. Maar that's it. Ze hadden niet echt rokjes of niet echt gewoon normale broeken of zo, helemaal niks. En dat vond ik echt wel teleurstellend. Maar ik heb in ieder geval wel iets gescoord. Ik heb wel een broek gescoord. Dit is de broek die ik heb gescoord. Ze hadden hem helaas niet echt meer in mijn maat. Ze hadden alleen nog S, M of XL. Ze hadden drie verschillende soorten. Ik heb hier dus een broek met een soort panterprintje met oranje. Ze hadden ook nog deze streep in het groen en in het blauw. Maar helaas was alleen maar deze in een XL. Ik denk dat ik in een M'tje namelijk net niet pas. En ik vind deze broek mooier als hij iets groter is dan iets te klein. Het is dus een comfortabele broek met een elastische band. Het is een beetje, ja, je ziet hier op een plaatje, het ziet er wel heel erg leuk uit. Het leek me inderdaad heel erg leuk om als, net zoals deze vrouw op de foto, te combineren met zo'n rood vel topje. En ze heeft hier hakken onderaan. Vond ik er super leuk uitzien, maar dat rode vellen topje was nergens te bekennen. En ook niet iets wat erop leek, helaas. Dan kocht ik ook nog dit soort van blouseje. Het is een soort t-shirt, blouse-achtig iets. Hele bijzondere stof, maar wel een lekkere stof die je niet... Volgens mij is het zo'n stofje die je niet per se zo snel hoeft te strijken. En dat vind ik altijd heel erg fijn. Ik heb deze wel in een emmertje gekocht, want hij zag er best wel oversized uit. Ik denk dat deze ook wel moet passen. En hier zit dan nog een leuke soort van nep zakje op de borst. En dan heb ik nog dit leuke tasje. Dit is een zwart tasje. En er staat een merkje op en een labeltje, maar ik weet niet of het echt een merkje is. In ieder geval er staat LBLD op. En dit is een zwart leren of nep leren tasje. Maar hij heeft een soort van, een beetje een soort slangenprintpatroontje. En ik vind het heel erg leuk eruit zien. Het heeft dus gouden details. En hierachter zie je een band, want het is eigenlijk een heuptasje die je om je heupen doet. En dan nu de prijs van deze producten. Ik heb namelijk voor de broek 6,95 betaald. Het shirtje was 2,99 en het tasje, er stond voor op het etiket, stond 4 euro. Maar uit, bij de kassa heb ik er 5 euro voor betaald, dus ik weet niet. Het zal wel 5 euro zijn geweest, maar dan stond het label een beetje verkeerd. Maar in ieder geval, uiteindelijk heb ik hier dus precies 15 euro voor betaald. En laten we nu snel maar eventjes de outfit aandoen en kijken of die geslaagd is of niet. Oké, dit is dus de outfit. Vind ik hem geslaagd? Nee, niet helemaal. Maar op zich, ik vind het niet verkeerd nog. Het is trouwens inderdaad volledig zwart.
Ze hadden dit blouseje nog in donkerblauw of in wit. Maar ik dacht, ja, dat vind ik helemaal geen combi hierbij. Dus dan liever all black. Ik vind het alleen nu te wijd en te slobberig. Als je het even afzonderlijk van elkaar bekijkt, vind ik het best wel leuk. Dit is dus het shirtje. En het shirtje heeft heel veel losse touwtjes. Je ziet hier al wat losse touwtjes. Je ziet aan mijn linkerarm wat losse touwtjes. Maar voor de rest vind ik hem op zich wel heel erg leuk. Ik vind het zakje wel een heel erg leuk detail. En ja, hij valt gewoon lekker een beetje losjes, een beetje oversized. Ik heb hem nu in de broek zitten. Maar ik zou dit shirtje echt wel gewoon aan willen doen. Die vind ik oprecht heel erg leuk. Als je dan even dit apart bekijkt, ik vind het tasje ook heel erg leuk. Ik vind hem er echt wel heel erg leuk uitzien. Heel erg leuk, makkelijk tasje die je zo met een gespje kan vastmaken. Echt wel heel erg leuk. En die, ja, ik denk dat ik die echt wel vaker ga dragen. En dan de broek. Ik keer het tasje eventjes om. Het ziet er een beetje gek uit, maar dan kan je de broek gewoon eventjes iets beter zien. De broek vind ik niet helemaal mijn ding. Ik vind deze print het eigenlijk gewoon net niet. Ik vind de tijgerprint eigenlijk iets te geel en iets te goedkoop of zo lijken. Ik vind het wel heel leuk dat er dan een rood lijntje aan de buitenkanten zit. Dat vind ik het wel heel erg leuk maken. Ik heb een XL. Het was dus echt zeker een beter plan om een maat groter te doen dan een maat kleiner. Ik zou normaal gesproken ook een L of een XL nodig hebben voor een broek. Dus een XL in mijn geval zit prima. Voor de rest vind ik de broek niet verkeerd, maar het is ook niet dat ik denk, wauw, super mooie broek. Het is op zich wel een broek die lekker zit, omdat hij lekker losjes is. Hij is bij de enkels trouwens ook best wel losjes. Dit is niet heel strak of zo. Dat vind ik normaal gesproken op zich wel fijn, maar ik vind het bij het model niet zo verkeerd. Het is wel een beetje een soort kriebelig stofje. Al met al vind ik de outfit dus niet echt per se geslaagd. Ik zou op zich wel zo de deur uit kunnen, zou ik niet heel erg vinden. Maar het is eigenlijk vooral de broek waarvan ik denk, ja, dat vind ik niet heel erg leuk. Het shirtje en het tasje ga ik zeker weten nog wel een paar keer dragen. Maar de broek weet ik nog niet zo heel erg goed wat ik ermee ga doen. Want ja, dat is gewoon niet helemaal mijn ding. Ik vind het tasje oprecht nog wel iets hebben. Ik vind het nog best wel heel erg leuk staan. Nog wel eventjes wennen, want ja, draag je dit op een jurkje of gewoon zo op een broek. Maar ik vind het op zich helemaal niet zo heel erg verkeerd of zo. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan op de rode button hier beneden. En dan zie ik je graag weer bij een volgende video. Doeg! I don't care.